mensen, super dope dat jullie weer kijken naar Black & Crypto. Op dit moment zijn we in een fase beland dat het ja, eigenlijk onduidelijk is waar de Bitcoin echt naartoe gaat. Of waar de crypto space naartoe gaat voor menig men. Nou, allereerst wil ik jullie toch duidelijk maken dat in mijn optiek ja, crypto nergens gaat. Crypto zal er altijd zijn. Ja. Dit komt omdat het oude systeem gaat gewoon vervangen worden. En crypto is op dit moment gewoon het beste om dat te doen. Al die banken, al dat, monopoliesysteem van vroeger, de derde man die ertussen staat, dat zal gewoon allemaal langzamerhand gaan verdwijnen. En crypto is daar gewoon echt het beste in om dat te vervangen. Want door crypto zijn wij dus van die derde partij dus verlost. Van banken en zo, die verkopen gewoon, zonder dat jij het weet, jouw informatie door aan derden. Niet alleen banken, instanties en noem maar op. Dat heb ik al eerder aangegeven. Dus crypto, hoe je draait of keert, wat er nu ook met de Bitcoin gebeurt of met crypto, of hoe het er nu ook uitziet, crypto zal er gewoon zijn. En ik denk sterk dat crypto gewoon ja, dit allemaal gaat overwinnen. En heel veel projecten waar mensen nu van zeggen het zijn shitcoins en dit en dat, ook een hoop van die projecten zullen het gewoon redden. Een hoop ook niet, maar een hoop zullen het gewoon redden. En daarbij zie je nu al dat er een hoop coins zijn, een hoop projecten, die eigenlijk, ondanks dat de Bitcoin down gaat, maar die gewoon dus ja, die zichzelf sterk houden en zo niet, zie je wel dat het coins zijn met potentie. Maar dat ligt ook puur aan jezelf, waar je in gelooft en waar jij jezelf in verdiept. Veel mensen die verdiepen zich nergens in, die kijken alleen naar YouTube filmpjes en gaan ervan uit, dit is zo, dus hij, als hij het zegt, zal het wel kloppen. Maar niets in het leven werkt zo. Je moet altijd je eigen werk erin zetten. En ook al gaat de markt down, als jij de juiste werk hierin zet in crypto, ga je gewoon geld maken. Klaar, zo werkt het leven gewoon. Waar jij jezelf op focust, je gaat dingen zien, je gaat mogelijkheden zien van, hey, misschien moet ik daar geld op gooien of misschien moet ik daarin investeren. Je gaat gewoon dingen zien omdat je zelf jezelf erin verdiept en niet laat wijsmaken door YouTubers en door anderen. Dus dit is gewoon iets wat je ook zelf moet onderzoeken. Maar in ieder geval zijn er een aantal coins waarvan ik zeg, ja, dat zijn toch coins om zeker in de toekomst, ja, nu en in de toekomst in de gaten te houden. En hier zie je al eentje, Telcoin. Deze coin was bijna gratis, ja, qua prijs. Dit is enorm gestegen. Enorm gestegen. Ik heb deze coin gekocht toen het 0,000, wat was het, 2 was of zo. Dus echt, echt heel lang geleden. En als je nu kijkt hoe deze coin is gegroeid, en als je kijkt wat deze coin allemaal de afgelopen tijd voor elkaar heeft gekregen, ja, deze coin was letterlijk van de bodem van de oceaan. Ja, 24 februari nog was hij daar, dus een paar maandjes geleden had niemand het ooit over deze coin. Niemand had het ooit over deze coin. Ja. Ik heb deze coin een aantal keer aangegeven in de Discord groep van, hey, let op deze coin. Een paar mensen die ik ken, die ik ook persoonlijk heb gezegd, let op die coin. Die waren het er niet mee eens, omdat ze die coin vroeger al hadden. En die hebben het nu verkocht en zeiden, ik ga het nooit meer kopen. Maar ook zij zijn weer ingestapt in Telcoin. En dat komt voornamelijk omdat Telcoin gewoon goed bezig is. Ja. Telcoin heeft een hoop contracten en een hoop goedkeuringen gekregen in Amerika. Dat kun je dus zelf even nagaan als je op even op CoinGecko, even op hun Twitter kijkt of op hun site, dan zie je dat ze een hoop voor elkaar hebben gekregen. En als jij hierin klikt, ja, of in ieder geval bij CoinMarketCap of CoinGecko, dan zie je ook vaak de meest gezochte coins. En daar zie je tegenwoordig dat Telcoin er al een tijdje bij staat. Ja. Telcoin wordt dus heel veel gezocht. En het hoeft voor mensen niks te betekenen, maar het zegt wel wat.
als je ziet dat Telcoin een van de meest gezochte coins is, zegt dat al wat. Yeah. Dus dit zou je even zelf na moeten gaan. Ik wil niet te veel informatie geven, omdat ik vind dat men zelf moet onderzoeken. Als ik dit nu allemaal ga voorkouwen, ga je mij op mijn woord geloven. En dan ga je het zelf niet meer willen onderzoeken. En dan ga je zomaar je geld misschien ergens inzetten. Maar wat ik je wel aan wil geven, dit is een coin waar jij je op dit moment even zou moeten in verdiepen. Want de Bitcoin is down gegaan. Heel erg. Ja, naar beneden gezakt. Maar Telcoin die staat er gewoon nog steeds. Die heeft geen echte pak slaag nog meegemaakt. En dat komt voornamelijk door het goede nieuws wat zij dus bijna dagelijks nu naar buiten brengen. Dus waar zie ik deze coin naartoe gaan, Telcoin? Nou, ik zie deze coin eigenlijk vrij snel naar 20 cent gaan. Hè? Ja, ik zie hem vrij snel naar 20 cent gaan. Maar dat is hoe ik erover nadenk. Ik wil niet te veel in de details treden. Daar maak ik wel een ander filmpje over binnenkort. Maar Telcoin is eentje die je gewoon op je radar moet zetten. Het is geen financieel advies. Ik zeg niet ga het kopen. Ik zeg zet het gewoon op je radar. Want dit is op dit moment een coin waar veel over gesproken wordt. En coins waar echt veel over gesproken wordt, moet je gewoon onderzoeken. En Telcoin is daar één van. Oké. Okay. Volgende coin waarvan ik zeg, ja, de kans is groot. Als het mee zit, alles hangt natuurlijk af van de markt. Maar de kans is groot dat deze twee coins aankomende maand, juni, juli en de maanden daarna, een hele grote speler gaat zijn. En dat zijn Theta. Theta is echt heel goed weer gezakt eigenlijk. Ja. Eerlijk gezegd, Theta beneden de 10 euro is gewoon een steal. Om eerlijk te zijn, het is geen financieel advies. Maar het is gewoon een steal eigenlijk. Ja. En je ziet ook hoeveel volume er in deze coin zit. Theta is gewoon een coin die je zeker op je radar moet hebben. En een beetje Theta in je portfolio, neem aan, is geen advies, kan nooit kwaad. Theta is gewoon een coin waarvan ik zeg, ja, dit is een coin die ik eigenlijk altijd heb gehad. Ik ga nu zelfs weer bijkopen, omdat ik vind van hij is gezakt. En of hij nou nu naar 3 euro gaat of naar 10 euro. Beneden de 10 euro is Theta voor mij gewoon een steal. Ja. Theta is best wel meegegaan met de Bitcoin toen het gezakt is. Want kijk eens, Theta's all-time high was 13 euro. Het was ongeveer $18 was het. Ja, hier is hij 13 euro. Dat is zijn all-time high. En dit zou niet... Theta voor de prijs wat het nu is super cheap. Als je echt wil weten wat Theta doet, ga gewoon naar hun website of ga naar hun Twitter. Ja. Theta heeft echt een hoop opkomst. Ik wil niet te veel in details gaan. Ik kan je alleen aangeven wat legit projecten zijn waar je zelf je onderzoek na moet doen. Want nogmaals, ga niet elke YouTuber geloven. Geloof mij niet. Zonder dat je je eigen onderzoek naar een bepaalde token of currency hebt gedaan. Ja. En in dit geval wil ik je aangeven, kijk naar Theta. Dit is een coin die je zeer zeker op je radar moet hebben. Ja, net zoals ik zei over Telcoin. Want er gaat nog een hoop gebeuren. En als het goed is, is de update van hun mainnet aankomende maand. In ieder geval, Theta is eentje om op je list te hebben. Dat heb ik al in een eerdere filmpje aangegeven. Vandaar dat ik nu niet te diep hierop inga. En daarover gesproken hebben we eentje die zichzelf heel sterk houdt. Vind ik zelf. Tijdens deze crash op het moment. Of in de periode waar we nu verkeren met crypto. En dat is TVL. Dat is deze. TVL. Ja. Die houdt zichzelf heel sterk. Die heeft zichzelf echt heel sterk gehouden. Om eerlijk te zijn, Theta is meegegaan met Bitcoin meegedaald. En Theta Vuel, die heeft zichzelf gewoon echt gewoon gehouden. Die was zelfs nog gestegen, die periode. Dus dit is sowieso eentje die je in de gaten moet houden, man. Theta en Theta Vuel moet je zeker in de gaten houden. Ik denk dat Theta Vuel wel naar de 1 euro gaat. Naar de $1, om maar zo te zeggen. Ik weet niet wanneer, ik weet niet hoe snel.
Maar ja, dit zijn bijna gegarandeerde... Oh nee, ik, geen advies, maar voor mezelf praat ik. Dit zijn bijna gegarandeerde ja, toekomstige coins om in je portfolio te hebben. Kan gewoon geen kwaad. Dit is een coin die vaak over het hoofd wordt gezien door heel veel mensen in mijn omgeving. Maar Tevenwel is een coin die je niet moet onderschatten. Totaal niet. Heb je geen Theta of vind je Theta te duur, te prijzig? Nou, dan kun je gewoon Tevenwel kopen. Nu het nog super cheap is. Ja? En als ik kijk naar de Bitcoin die laatst zo is gezakt, vind ik dat Theta zichzelf heel sterk heeft gehouden de afgelopen periode. Kijk eens, weet je, het is niet eens echt gecrashed. Het is niet eens mee naar beneden gegaan. Ja? Het maakt nog steeds ja, hijs op dit moment eigenlijk. Dus zeker een coin die je in de gaten moet houden. En heb je de kans, geen advies. Het kan geen kwaad om deze in je portfolio te hebben. En voornamelijk omdat hij nu nog super cheap is. Ja. Dus Theta. Theta Vuel, dus deze. TVL. Ja. En Telcoin. Die zijn op dit moment super cheap. Eigenlijk. Nog voor wat ze zijn. En dan gaan we naar een coin waarvan ik vind dat die echt klappen heeft gehad. Maar dat is een van de coins waar ik in de toekomst eigenlijk hele grote dingen in zie. En dat is een coin waarvan ik zeg dat kan een van de grootste coins worden in de crypto space. Want op hun platform gebeurt een hoop. En als ik kijk naar wat zij ook hebben als stablecoins, hebben zij ook de beste tokenomics. Ik wil er niet te diep op ingaan, want veel mensen weten nog niet echt wat het is. Daarom zeg ik je, verdiep je in deze coin die ik je nu ga aangeven. Want ik denk dat zij een hele grote speler zijn en ook in de toekomst zullen zijn. En ze zijn nog vrij nieuw. En dat is dus, en die zie je eigenlijk ook, als je hier kijkt, is die ook vaak het meest gezocht. Hij daalt wel veel, want ik zie echt dat hij echt met de Bitcoin meetrekt, nog op dit moment. Maar het is een coin die je vaak ziet bij de meest gezochte coins. Als het nou CoinGecko is, CoinMarketCap, of maakt niet uit wat je gebruikt. Je ziet hem er altijd wel tussen. En dat is de coin. Je ziet hem hier nu ook. Terra Luna. Ja, het is deze coin. Terra Luna. Dit is een coin. Hun ecosysteem, ja, is gewoon geweldig. Dat is een van de betere ecosystemen in crypto. En neem het niet van mij aan. Ga naar CoinGecko. Tik in Terra. Ga kijken wat het doet. Wat het uitbrengt. En ga dan pas beslissen of het echt zo is. Ja, hun stablecoin is ook gewoon fantastisch. Als je echt gewoon de in- en outs wil weten, moet je dit gewoon even zelf nagaan. Ik ga hier nog zelf over de coins die waar ik nu over praat, ga ik wat dieper induiken om wat dieper filmpje dus te maken. Maar nu geef ik jullie gewoon aan wat je op je radar moet zetten. En wat je zelf alvast kan onderzoeken. Maar dit is een coin waarvan ik ook zeg van zet hem op je radar. Weet je, ga hem niet gelijk kopen zonder zelf je onderzoek erna te doen. Maar Theta of Terra is gewoon echt een topper. Het is gewoon dit ziet eruit als een topper. Potentiële topper. Een van de betere coins in crypto, in de crypto space. Ja. Het Terra ecosysteem, dat is gewoon echt aan het uitbreiden. En dat is zeker de moeite waard om deze even te controleren wat het precies doet. Terra was op een gegeven moment, toen ik hem had, was hij rond de 20 euro, denk ik, 19 euro. Even kijken, wat was er altijd bij 18 euro. Nou, rond de 19 euro. Ja, dat was Terra. En hij was 0,10 cent. En dat is niet eens zo lang geleden. Was Terra 10 cent. Ja. Dit is een van de coins, mensen. Waarvan ik zeker kan zeggen. Zet het op je radar. Want ik weet niet hoe lang het gaat duren. Ik weet niet of het deze boeran gaat zijn. Wat mensen boeran noemen dan. Ik weet niet of het volgend jaar gaat zijn. Ik weet niet of het volgende maand gaat zijn. Maar er speelt een hoop bij Terra. Een hoop. En ik heb deze ook al eerder in een eerder filmpje, een video gezegd. Waarschijnlijk. Weet je, van dit is een eentje die je zeker op je radar moet hebben.
En vergeet niet dat hij op dit moment eigenlijk, ja, dit is een steal. Deze coin beneden de 10 euro is eigenlijk gewoon een steal. En ook als je kijkt dus eigenlijk naar de market cap van deze coin. Dit is op dit moment nog steeds gewoon, ja, dit is een, ja, dit is bijna gratis eigenlijk voor wat deze coin gaat doen. Dus in ieder geval zet Terra gewoon op je radar. Zeker eentje die je in de gaten moet houden voor in de toekomst. Ik heb jullie gezegd, ja, hou het in de gaten. Want deze keer gewoon in de gaten houden. En dat is dus Terra. De volgende coin, die heb ik ook in een vorige video besproken. Heb ik aangegeven, toen was die coin nog super cheap. Heb ik gezegd, die coin gaat zwaar omhoog gaan. En die coin is op dit moment misschien wel een van de best presterende coins op het moment. En in ieder geval met best presterende bedoel ik dus de coins die dus eigenlijk op exchanges te halen zijn. Die de meeste mensen bezitten. Dus geen exchanges als Upbit en Hotbit. Waar veel mensen nog niet de wegwijs zijn in zijn. Nee, ik heb het echt over misschien een Kucoin en natuurlijk Binance. Weet je? Dat soort exchanges zijn dit soort coins te vinden. Waar ik het nu over heb. Ik kan ook andere coins pakken. Maar geloof me. Het gaat een hoop gedoe zijn om die coins dus daadwerkelijk te gaan kopen. Als je dus nog niet daar bent met je hoofd. In ieder geval, nu pak ik dus de coins die je gewoon nu kan halen op Binance, op Kucoin. Dat soort coins bespreek ik nu. En daar is Terra dus eentje van. Maar de volgende die ik zei, die nu eigenlijk iedereen eigenlijk outperformt op het moment. Heb ik eerder besproken. En in die video was hij nog 0,6 cent volgens mij. Ja, toen was hij gewoon 6 cent om maar zo te zeggen. En als je nu naar die coin kijkt, die coin is, ja, gigantisch aan het stijgen. En dat is dus Matic Polygon. Matic. Toen ik het erover had, heette hij nog alleen Matic. Toen was de naam nog niet eens gewijzigd naar Polygon. Hij heette toen gewoon Matic. Als je nu kijkt waar Matic is gewoon op 1,86 euro. Ja. En hij is nog steeds groen. En Bitcoin ging down. Matic ging even mee. En daarna ging hij gewoon zelf weer keihard omhoog stijgen. En Matic is rond de 2,15 geweest. 2,16, 2,14 is Matic geweest. Dat is een all-time high. Dit is zeker eentje. Die nog steeds groeimogelijkheden heeft. Ik hoor mensen al online zeggen. Ja, Matic gaat naar 10 euro. Niets is onmogelijk. Ja. Niets is onmogelijk. Dat geldt eigenlijk ook voor een andere. Cardano. Dat geldt eigenlijk ook voor Cardano. Die komt toch wel op hetzelfde. Ergens op hetzelfde neer als Matic. Ja. Die gaan ergens hand in hand. Maar alleen vind ik dat Cardano. Persoonlijk. De max supply van Cardano is super super hoog. Heel erg hoog vind ik. Maar Cardano is wel een van de meest gezochte coins. En heeft een hele grote gemeenschap. En mensen en die Charles Hoskins. Hoe je het draait of keert. Je kan vinden van Cardano wat je wil. Natuurlijk zie ik nog zelf denk ik vaak van ja. Waar zijn de use cases? Wat gebeurt er? Wat laat je zien? Okay. Maar hij houdt zijn community bezig. En daar kunnen heel veel mensen een voorbeeld aan nemen. Hij is altijd wel live. Hij houdt ze altijd op de hoogte. Dus heel veel mensen zeggen, ja, maar Cardano heeft nog niks bewezen. En je ziet nog niks. Dat kan. Maar hij doet het wel slim. Om in ieder geval elke dag of elke week in ieder geval een aantal updates te geven van het project. Of waar hij mee bezig is. En daar kunnen heel veel mensen in de crypto space gewoon een voorbeeld aan nemen. Want sommige projecten zijn zo goed. Maar hun communicatie naar buiten toe. Ja, hun marketing is zo slecht. Cardano heeft niet eens bijna een marketing meer nodig. Omdat hij is er gewoon altijd. Hij reageert overal op. Hij heeft zo'n podcast houdt hij. Hij houdt AMA's. Hij doet van alles. Hij is gewoon bezig. Snap je? Dus vandaar dus dat ja, ze hebben niet eens een grote marketing team nodig. Ze hebben hem. Want hij is er gewoon. Hij praat. En alleen dat al. Zorgt ervoor dat de community achter Cardano gewoon gigantisch is. Dus ook al
ken jij crypto niet? Er zijn gewoon mensen die gewoon van Cardano hebben gehoord. Oké, okay, ADA, Cardano, snap je? Maar ja, ik heb het zomaar over Cardano nu. Dit ging om Matic. Matic is ook eentje gewoon om in de gaten te houden op dit moment. En Matic is ja, sowieso een van de meest gezochte coins. Je ziet hem hier al boven, weet je. Van Polygon, Matic. Hij is gewoon ja, een van de grotere coins. En in mijn portfolio trekt Matic ook gewoon een hoop mee terug naar boven. Daar ben ik gewoon blij op. Ik had Matic al een hele tijd. Ik had zelfs een tijd, had ik zelfs... Ja, misschien voor sommige mensen is het niet veel. Maar ik had zelfs 25.000 Matics op een gegeven moment. En toen, ja, toen kwam die crypto haast weer. Zelf verkopen, duurde weer te lang, dit, dat. Terwijl, ik weet zelf niet hoe dat komt. Dat ik meeging met die hype van iedereen van duurt te lang. Het beweegt niet in mijn wallet, dus verkopen. Terwijl, ik heb zat coins waarvoor die ik altijd heb gehoddeld. En Matic wilde ik eigenlijk ook altijd hoddelen. Maar toch ging ik mee in die hype van ja, hij doet niks. Maar kijk nu waar het nu is. Ik heb nog genoeg Matic op het moment eigenlijk. Maar toch, om maar zo te zeggen. Weet je, kijk waar het nu is. Matic had mij nu gewoon eigenlijk zeker 3 jaar salarissen op kunnen leveren. Om maar zo te zeggen. Snap je? Dus dan was ik gewoon nu eigenlijk klaar. Gewoon voor, zou ik me niet eens, ja, was ik gewoon klaar. Voor een lange periode, om maar zo te zeggen. Of had ik het weer ergens anders in kunnen investeren in gedeelte. Maar in ieder geval, dit is zo'n coin om in de gaten te houden. Matic. Ja. Nu ben ik zomaar op Theta. Maar dit is in ieder geval een coin om in de gaten te houden, Matic. Zoals ik zei, is hij al een van de meest gezochte. En als je kijkt naar de afgelopen periode, hoe Matic is gestegen. Dan, ja, Matic was gewoon echt... Ja, kijk eens. Dit jaar was Matic gewoon nog 1 cent. Weet je, dat is. Matic was gewoon 1 cent, hè. 1 cent. Dit jaar was hij 1 cent. Dit jaar. En hij is niet eens zo lang geleden gestegen, hè. Matic is eigenlijk pas gaan stijgen. Eigenlijk is Matic pas gaan stijgen, om eerlijk te zijn, begin maart. Ja. Gewoon een maandje geleden. Matic was gewoon 1 cent. Ja. Hij deed niks. Toen dacht ik van, bij 4 cent of zo ging ik hem verkopen. Ja. Ging ik weer ergens bij 8 cent, dacht ik weer van, fuck it, ik ga hem weer kopen. Had ik weer gekocht. En daarna is hij gewoon bananas gegaan. En als je kijkt naar Matic, Matic is voorlopig nog niet klaar, man. Matic doet echt goede dingen. En Matic is, ze zijn ook bezig. Je ziet ook gewoon dat ze continu met nieuwe dingen komen, nieuwe samenwerkingen. Dus zij zijn ook gewoon echt bezig op het moment. Dus dit is een coin om zeker op je radar te houden. Zeer zeker. Bij mij trekt hij in ieder geval mijn portfolio helemaal mee naar boven. En dit is eentje om op je radar te houden. Matic. En nogmaals, ik ga er nu niet te diep in. Ik geef alleen aan wat je op je radar moet houden. Ik zeg niet ga het kopen. Ik zeg zet het op je radar. En wanneer je er tijd voor hebt. En wanneer je niet te laat bent. Wanneer die coin dadelijk opeens 17 euro is. Of 7 euro, of 6 euro, of 3 euro. En je kan hem niet meer kopen of niet meer investeren. Daarom ben je er nu eigenlijk nog een beetje vroeg bij. Natuurlijk zullen ze zeggen, koop altijd in het rood. Ja. Ik zeg altijd, probeer in het rood te kopen. Ja, want niet elke coin kan je in het rood kopen. En niet elke coin wil zeggen, omdat je het in het groen koopt, dat het een nadeel is. Ja, dus... Het kan ook een voordeel zijn, want het ligt eraan hoe jij zelf wil handelen en wat jij zelf ermee wilt. Ik heb genoeg mensen die nu op Matic springen. En dan kan het zijn dat Matic dus nu weer naar 2 euro nog wat gaat, maar verkopen ze hem om wanneer die zakt, om weer bij te kopen. Dus het hangt allemaal af van je eigen strategie. Ja, ik heb ook al eerder gegeven, heb jij winst met coins op dit moment? Zorg ervoor dat je weet hoe stop-losses werken, ja? Dat gaat gewoon ervoor zorgen dat jij gewoon je winst, gewoon je verlies minimaliseert, om maar zo te zeggen. Ja. Dus het kan zijn als jij nu deze coin hebt gekocht, want volgens mij was hij 90 cent weer vorige week of zo. Je hebt hem gekocht en nu is hij dus naar 1,80 gegaan. Kun je gewoon een stop loss ergens zetten bijvoorbeeld van bij de 1,80 verkoop ik hem bijvoorbeeld of iets. Of verkoop ik een gedeelte. Ja. Dan weet je gewoon van bam. Oké, hij is 1,80, hij verkoopt nu een gedeelte,
Dan weet je gewoon van yes, van je behoudt je winst. Dat is dus wat je met stoplosses kan doen. Maar in ieder geval, Matic is zeer zeker een coin om in de gaten te houden. Ja, ze zijn goed bezig. Er gebeurt een hoop. Er gebeurt een hoop bij hun. Dus zet Matic op je radar. En als je ook kijkt, Matic ken je nu ook. Ja, dat is een beetje te diep allemaal weer. Je hebt heel veel opties om te steken bij Matic en dergelijke dingen. Ik zie heel veel mogelijkheden bij Matic. In ieder geval hou Matic in de gaten. Er wordt geen filmpje waar ik te diep op inga in Matic en wat het allemaal doet. Zorg gewoon dat je Matic in de gaten houdt. Okay. Wat ik eerder heb gezegd, is dat Bitcoin gewoon weer gaat zakken naar die 30.000 euro. Tussen de 30.000 en 50.000 euro. Ja, nou, daar zijn we dus nu. Ik heb eerder gezegd, Bitcoin gaat daarheen moeten gaan om vervolgens heel hoog te kunnen stijgen. Ja. Ik weet niet wanneer ze gaan stijgen. Het kan nog zijn dat hij misschien wel weer meer naar beneden gaat. Maar het kan ook zijn dat hij hier een tijdje in blijft hangen. Maar we zijn in ieder geval in die zone, wat ik eerder heb gezegd. Persoonlijk zeg ik jullie eerlijk, crypto is gewoon de toekomst. Wat er ook gebeurt, het is de toekomst. Het oude systeem gaat gewoon vervallen. En dat is gewoon de banken, die tussenpersonen wat ik eerder zei, die al je geld, die al je informatie nemen. Ja. Het kan gewoon niet langer. En crypto is gewoon ideaal om dat op te vangen. En natuurlijk is crypto nog niet, is het niet perfect. Want er gebeuren een hoop dingen, schemes. Want tegenwoordig hoef je mensen niet eens meer te kidnappen. Want dat verdient te weinig. Je kan gewoon mensen hun hele bedrijf online hijacken. Ja, dat verdient het. Dat verdient veel geld. Je kan gewoon mensen hun hele business, hun online business, gewoon helemaal stopzetten. En gewoon hun bedrijf hijacken. En dat is wat nu eigenlijk in is en veel gebeurt. Want er gebeurt heel veel dingen, los van crypto. Dat mensen hun bedrijven, hun websites, alles wordt gewoon stilgezet door criminelen eigenlijk. Ja. En dan moeten ze dus een grote som voor betalen. En dan wordt alles weer vrijgegeven, als het vrijgegeven wordt. Dus dat is weer een hele andere criminaliteit waar men nu mee bezig is. Maar crypto gaat dit gewoon, ja, crypto is gewoon in mijn optiek, hoe ik het nu zie. En ongeacht van die China-fut en Elon Musk dit. Ik vind het ook irritant dat iedereen hem het gezicht van crypto wil maken. Crypto was er al voordat wij Elon Musk echt het gezicht zagen van Tesla, om maar zo te zeggen. Ja, crypto was er al. Bitcoin was er al. Dus in ieder geval, let daar gewoon op. Onderzoek het zelf. Ik denk dat crypto er gewoon zal zijn. Heel veel projecten zullen het niet redden, maar heel veel projecten ook wel. En jij moet gewoon zorgen dat je de juiste projecten hebt met een goed fundament. En ik heb dus eerder gezegd dat Bitcoin naar de 30.000 gaat. Hij is nu in die 30.000 zone. Tussen die 30.000 en 35.000 zone. En eigenlijk houdt hij zich gewoon best sterk op het moment. Want je ziet hij zakt en eindstand stijgt hij weer. Ja, dus ergens houdt hij zich toch gewoon sterk. En ga niet te veel uit van die FUD die je leest. Want dat is echt allemaal troep en maakt je hoofd alleen maar moe. Je gaat alleen maar paniek verkopen. In ieder geval, wat heb ik gezegd? Als Bitcoin naar beneden gaat, gaan wij bepaalde coins, topcoins, die nu, die toen 25 euro waren, 40 euro, 60 euro, die gaan wij gewoon weer gewoon dik zien verliezen. Gewoon 70%, 25%, ik heb gezegd 50%, 70%. Ik heb jullie gezegd, die coins gaan gewoon naar beneden. Dus jij denkt dat bepaalde coins nu duur zijn, van zo, het is al 40 euro. Maak je niet druk. Als Bitcoin naar beneden gaat, kun je die coins waarbij je denkt van die zijn te duur, kun je gewoon weer kopen. En dat was gewoon weer deze periode, zoals ik zei. En dat zie je gewoon weer. Kijk bijvoorbeeld een coin, ik zeg dat is gewoon een topcoin. Ja? En dat is dan deze, bijvoorbeeld Roon. Zo, Roon is wel afgelopen periode weer even gestegen naar die 10 euro. Maar Roon was net nog gewoon, wat was het, 6 euro of zo, weet je. Ik heb Roon gewoon letterlijk naar beneden zien gaan met die Bitcoin dump eigenlijk, om maar zo te zeggen. Ja.
Als je kijkt naar Roem. Roem was laatst nog €7, zoals ik zei. Dat was eergisteren nog, volgens mij. 25. Het was hij gewoon weer €7. En dan kwam hij kwam van een. Van wat was het? €18 kwam hij of zo vandaan. Van €17 kwam hij vandaan. En die ging gewoon met de Bitcoin weer mee naar beneden. Die was toen weer €8. Hetzelfde geldt voor Polkadot. Heb ik jullie ook aangegeven. Maak je niet druk om die coins. Ja? Bitcoin kan niet continu naar boven gaan. De mensen die alleen op Bitcoins gefocust zijn. Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. En dat zijn vaak de mensen die al heel lang in de game zitten. Die zijn alleen maar gefocust op Bitcoin. En noemen alle andere coins shitcoins. Ze willen niets horen van Bitcoin. Of niets horen van andere coins. Want alles draait bij hun om Bitcoin dit, Bitcoin dat. Die verklaren je voor gek als je bepaalde dingen roept. Als van je de Bitcoin gaat gewoon op dit moment weer even naar beneden. Ja, ik ben voor gek verklaard. Maar ja, maakt niet uit. We hebben allemaal gezien. Als jij er al langer in bent, weet je gewoon hoe die shit gaat. Maar je kan er ook lang in zijn en dan gewoon blind zijn. Of nooit echt weten wat de Bitcoin echt daadwerkelijk doet. Of hoe het systeem werkt. Of hoe je charts moet lezen. Hoe je het geschiedenis moet bekijken. Weet je? Dus daarom. Maar het is gewoon naar beneden gegaan. En toen heb ik gezegd, dit soort coins als Polkadot. Ik weet niet wat het was. €60, €45 die keer. Heb ik gezegd van dit soort coins. Je moet je niet verbazen dit soort coins gewoon dadelijk weer €12 zijn, €8, €6 als de Bitcoin zwaar zakt. Heb ik aangegeven. Dat is nu weer omhoog. Maar het is een veelbesproken coin. Hij was zwaar gezakt. Zwaar gezakt. Ja, zwaar gezakt. Hij was volgens mij naar €12, €14 gezakt laatst. Hier €14,82. Nou, dat was weer misschien een goed instapmomentje. En hij was de laatste keer dus, toen ik erover had, was hij dus €40 zoals je ziet. Polkadot. Ja? Dat is normaal in crypto. Snap je? Dat is normaal. Maar hoe lang? Want als crypto dadelijk echt alles gaat overnemen, kan het zomaar zijn dat bepaalde coins, dat jij nu denkt €19 is duur of jij denkt €40 is duur. Maar het kan zijn als de regeringen wel overstag moeten met crypto, dat je juist dit soort coins, ja, die veelbelovende coins, niet meer voor deze prijzen gaat kunnen zien. Ja, dan is dit gewoon. Dan had je gedroomd dat je deze coins voor dit soort prijzen had gekocht. Dus ik zeg niet nu gaat kopen, want er kan nog voor alles gebeuren met Bitcoin. Hè? Maar gewoon, als alle instanties, als het echt gewoon geaccepteerd wordt, volledig die crypto space, ja, gaan er regulaties komen. En dan gaan dit soort coins waarvan ze weten, oké, dat zijn coins met veel potentie, veel potentieel, dit soort coins. Om gewoon een beetje van deze coins te bezitten, kan je al snel boven de €100 kwijt zijn, man. Dat is wat ik denk in de toekomst. Ik denk niet nu, vandaag of morgen. Niet eens volgend jaar misschien. Maar gewoon binnen nu en 4 jaar kan het zijn dat dit soort coins, ja, dat je gaat lachen om dit soort bedragen nu van, hey, wist je nog toen Polkadot gewoon €2,27 was? Dat zeg je nu al, ja. En nu ga je zeggen, maar wist je nog toen Polkadot gewoon €19,48 was, hè? Nu is Polkadot gewoon €25,000 eentje. Kijk, het klinkt raar wat ik zeg. Maar vergis je niet, bepaalde dingen, zo snel kan het gaan. Dat je deze coins, dat je nu denkt het is duur. Maar laat het even goed nieuws naar buiten komen of iets, bam, het pompt. En dit zijn coins die je dan, ook al gaat de Bitcoin naar beneden, gaan deze coins bepaalde bedragen nooit meer bereiken. Zoals €19, zoals €14. Weet je, die coins gaan gewoon voor altijd boven de €100 zijn, man. Ik zeg niet dat het Polkadot is, ik noem het als voorbeeld, ja. Ik zeg ook niet, koop het nu, maar het is gewoon iets waar je aan moet denken. Maar dit soort coins zijn dus toen Bitcoin naar beneden is gegaan, zijn ze dus weer zwaar gedaald. Hij is naar €14. Nou, had je hem in de gaten gehouden, had je hem wel gekocht, had je nu gewoon weer lekker toch weer eventjes winst gepakt. Had je toch weer even, weet je, snap je? Dus dat soort dingen moet jij gewoon in de gaten houden. Roen heb ik jullie net gewezen, precies hetzelfde. Ja, Theta, precies hetzelfde. Die coins zijn allemaal zwaar weer naar beneden gegaan, terwijl die coins allemaal boven de €10 waren. Weet je, en dan dacht je, is duur. Maar ja, nu zie je van een sprong, als je er gewoon op gesprongen was, ja, was er niets aan de hand nu. Weet je, Trias bijvoorbeeld. Trias beneden de €10 is een steal. Ja. Trias was volgens mij weer €4.
eergisteren of zo. Hier, ja. 4 euro, 5 euro. Laten we op 5 euro houden, ja. Dat was hij gewoon weer eergisteren of zo. 3 dagen geleden. Ik weet niet eens wanneer. Maar hij was gewoon weer daar. En dan kan je denken van ja, de market is down en dit, dat. Kijk, als je al geld in coins hebt, moet je niet verkopen. Maar had je bijvoorbeeld geld in fiat, want ik heb ook heel veel mensen al aangegeven in mijn vorige video. Ik weet voor mijn gevoel waar de bitcoin naartoe gaat. Dus ik ga heel veel van mijn coins ga ik omzetten naar stablecoins. Omdat ik gewoon weet voor mezelf van hey, ik neem gewoon die risico niet. Om zodat allemaal coins naar beneden gaan. Wat kan ik nu doen? Ik heb de meeste van mijn coins heb ik gewoon in fiat omgezet. Ik bedoel eigenlijk in stablecoin. En nu kan ik gewoon weer instappen in dit soort coins. Zoals als Triad. Zoals als Roem. Zoals weet je. Ik heb zelfs een gedeelte van mijn Ethereum. Ja. En iedereen zegt Ethereum gaat naar 3000. En of 3000 nog wel. Hij ging ook naar 3000 dit dat. Ja. Ik heb Ethereum toen gewoon een gedeelte van mijn Ethereum gezegd van oké, dat is allemaal mooi. Maar ik hou me nog steeds aan mijn eigen analyse. Dus ik ga mijn Ethereum nu een gedeelte ga ik gewoon even op een stable coin zetten. En wat is er gebeurd? Bitcoin is naar beneden gegaan. Ethereum was laatst gewoon weer 1200 euro, 1400 euro volgens mij. Weet je, wat doet iemand als ik? Stap dan weer netjes in Ethereum. Dus daarom is het heel belangrijk voor mensen om echt de charts te gaan lezen. En niet alles kwakkeloos aan te nemen van Bitcoin kennis. Ja? Want één ding is zeker, niemand weet alles in deze space. Niemand. Niemand. Ja. Dus daarom moet je ook zorgen, als je handelt, weet wat een stoploss is en hoe je dat kan toepassen. Dat is super belangrijk. Tenzij je iets hebt van ik koop een coin gewoon puur voor de lange termijn en het maakt niet uit wat er gebeurt. Ik koop die coins daarvoor. Dat zijn ook heel veel mensen. Dan moet je inderdaad niet kijken naar je wallet. Dan laat je het gewoon lopen. Maar voor de mensen die wel iets hebben van samen, ik verlies te veel, dit, dat. Zorg ervoor dat je weet wat een stoploss is. En er zijn een hoop projecten die ik nog met jullie kan bespreken. Waarvan ik zeg van hey, hou die in de gaten. Hou die in de gaten. En let op die. En zet een stoploss in en dat soort dingen. Want de meeste projecten die ik voorheen heb gesproken, die zijn een periode lang, zijn ze gewoon top gegaan. En daar had je al je winst kunnen pakken. En dat zijn, daarna heb ik ook nog een filmpje dus gemaakt. Dat bepaalde coins, als Bitcoin naar beneden gaat. Ik heb mijn analyse toen laten zien aan jullie in de vorige video. Van wat ik verwacht van de Bitcoin. Ja. Dus de mensen zeiden ja, maar ik heb geen winst gemaakt. Weet je, en dit. Nogmaals. Ik heb voor mijn gevoel letterlijk gezegd hoe ik erover denk. En waarom ik bepaalde coins in een stablecoin ga zetten. Want bepaalde coins gaan hun all-time high gewoon niet met moeite weer halen. Snap je? Die gaan hun all-time high gewoon met moeite weer halen. Ja? Nou, dit is bijvoorbeeld de coin Litecoin. Nou, wat heb ik hierover gezegd? Persoonlijk denk ik dat dit een van de grote coins wordt in de toekomst. Want als ik zeg nog steeds, als een coin normaal fiat zou kunnen vervangen, hoe je draait of keert en hoeveel mensen Litecoin ook haten en iedereen die bullshit praat over Litecoin. Maar Litecoin is gewoon een coin die eigenlijk normaal fiat zou kunnen vervangen. Ja, het is snel. Het is snel. Dat is eigenlijk een van de belangrijkste dingen. Het is snel, het is secure. Ja, het is dus veilig. Ja, en het, ja, dat is... En het is niet eens, de transactiekosten vallen reuze mee. Plus je kan ook nog gewoon, hoe noem je dat? Er kunnen nog een hoop updates komen. Dus Litecoin is gewoon eentje die fiat kan vervangen. Dat geldt ook voor Nano. Nano is ook een coin die normale fiat als euro, als dollar kan vervangen. Dus ik zie Litecoin zelf wel in als een grote speler in de toekomst. Ja, ik zie hem echt een van de big five sowieso, als die er is. Zie ik Litecoin daar wel tussen staan. Stel je voor dat Litecoin een hele eigen ecosysteem gaat bouwen op hun Lightnetwerk. Van bam, 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 die coins uit, die komt uit, dit, dat. Daar moet je Litecoin voor gaan gebruiken, bam, bam, bam. Ga je zien wat er allemaal kan gebeuren nog met Litecoin. Maar in ieder geval, ja, Litecoin, zoals je ziet, ik heb toen aangegeven. Dit zijn coins geweest die met moeite, echt met moeite,
hun all-time high hebben gehaald. Ja, dit jaar weer. Als je kijkt naar Litecoin, hè, kijk hoe lang Litecoin heeft gedaan. In deze boeren, wat mensen boeren noemen. Om net boven zijn all-time high te komen als hij het heeft gered. Hè. Weet je, het heeft lang geduurd. Want Bitcoin is gewoon letterlijk nog nooit zo erg gestegen als nu. Dan zo'n coin als Litecoin, dat hij zijn all-time high niet haalde. Ja, dat zegt toch wel wat, man. Dat zegt meer dan men denkt. Ja? En dat geldt voor een hoop andere coins ook. En wat ik ook trouwens zeg, de oude coins, waar iedereen nu van zegt, ja, die zijn nou oud, dit, dat, Elastos, dit, EOS, dit. Wacht, even deze afmaken. Kijk, deze bijvoorbeeld, XLM, heeft alsnog zijn all-time high niet gehaald, hè. Van die in 2017 wel had, heeft hij nu niet gehaald. En Bitcoin is de pan uitgestegen. Ja, dat zegt echt veel. De mensen kunnen zeggen van niet, maar het zegt heel veel. Daar staan met bepaalde shitcoins, als er echt shitcoins zijn, zijn er een hoop, ja. Die nu al deze crash hebben meegemaakt. Sommige van die coins, kan ik je gewoon zeggen, je geld is gewoon weg. Je geld is gewoon weg, omdat die coins gewoon echt bullshit waren, weet je. Je geld is gewoon weg, omdat die coins, als deze coins al niet een normale all-time high kunnen halen, gaan die coins, heel veel coins gaan er niet meer bovenop komen. Daar is je geld gewoon weg. Dat is gewoon bijna zeker als je in veel van die shitcoins hebt geïnvesteerd. Daarom is het belangrijk om coins te pakken met de juiste fundamentals. Ja? En XLM is in op dit moment weer. Weet je, ze bouwen goed. De community gelooft er weer volledig in. En alsnog hebben ze hun all-time high niet gehaald. Maar ik zie wel in de toekomst zie ik wel veel gebeuren op het Stellar netwerk. Weet je. Maar zo zie je maar hoe belangrijk het is dat je coins pakt met een juiste fundament. Stellar heeft een grote community, heeft veel wat er speelt, dus die komt er gewoon makkelijk bovenop. Maar wat ik wilde, waar ik naartoe wilde, is dit soort coins moet je niet onderschatten. Ik hoor heel veel mensen over Elastos, van dit zijn bullshit en dit en dat. En EOS en dat soort dingen, ja, zo als oud en dit en dat. Iedereen praat stoer omdat er nu een hoop nieuwe coins zijn. Maar het wil niet zeggen dat EOS niet hun netwerk verbetert. Het wil niet zeggen dat Elastos al misschien nu al vooruit loopt op de rest. Ja, dat kan. En deze coins hebben crashes al meegemaakt. Snap je? Zij weten al hoe dat werkt. Al DeFi dat en die komt uit en dat komt uit. Die coins hebben dit soort harde crashes niet eens meegemaakt. Dit soort mensen, dit soort coins, ja, die hebben alles al meegemaakt. Nano, weet je, ze weten precies. Nano is al een paar keer gehackt. Die heeft dat meegemaakt. Snap je? Deze coins, die zijn er. En dit zijn misschien wel de coins die er zullen blijven. Dus ga deze coins niet afschrijven. Ja? Niet omdat jij opeens een betere coin hebt gevonden. Of die bestaan er, of deze bestaan er te lang en die is nog oud en dit en dat. Ik wil het zeggen dat deze coins er niet... Je moet gewoon kijken naar de geschiedenis van bepaalde coins. En als je er nog steeds bent rond deze tijd, zegt het al een hoop. Ja? Kijk, er zijn ook coins waarvan ik nog steeds afvraag af en toe van, maar wat doe jij eigenlijk precies? Je bent er al jaren, maar je blijft voor mij een onduidelijk project. Ja? Bijvoorbeeld NEM. Ja? NEM is gewoon die forever in de 100 coin volgens mij. Zit hij nog in de top 100? Ja. Nou. Oké. Het blijft voor mij de coin waarvan ik zeg, oké, maar wat doe je precies? Oké, maar wat doe je? Snap je? Heel vaak kijk ik zo naar NEM, maar NEM blijft er altijd staan. Weet je, ik weet niet, het blijft er altijd staan, man. In ieder geval, die coins, die oude coins die ik zojuist opnoemde, zoals Elastos, Gamador, Nano, schrijf die coins alsjeblieft niet af, ja. Want die coins die zijn er al jaren. Kijk hoe hoog die was, Elastos. Hij was een keer zelfs 72 euro. Deze coins zijn er al jaren. En niet omdat er een nieuwe coin komt, een hele nieuwe systeem, dit, dat, wil het zeggen dat het beter gaat werken. Of dat zij achterlopen. Ook zij ontwikkelen verder. Ja? Bijvoorbeeld NIO. NIO. Schrijf ik helemaal verkeerd. Ja. NIO is ook door heel veel mensen afgeschreven. Maar NIO is er nog steeds. En NIO is stil. Maar werkende. Ja. Als je op NIO ecosysteem kijkt, dan zie je een hoop coins zoals Flamingo. Ja, waarvan ik zeg,
Hey, dat is eigenlijk een hele goede coin, Flamingo Finance. Dat is een hele goede. En dit is gewoon een coin die binnenkort gewoon zeker weer 1 euro nog wat is. Als de markt mee zit. Ja, dat weet ik gewoon bijna zeker. Hier, hij was al 1,37. Maar dit zijn gewoon. Als je op NIO-ecosysteem kijkt. Deze is van het NIO-ecosysteem. Deze coin is van NIO. Ja, dan zie je een hoop coins daar waarvan je denkt van, oh, ik wist niet dat dat van NIO was. Weet je, of ik wist niet dat dat onder NIO zat. En dat zijn een hoop coins. Dus NIO is gewoon goed bezig met werken. En je moet je niet vergissen dat dit soort coins waarvan je eigenlijk persoonlijk niet veel van af weet. Ja, waar je niets van hoort. Dat dit eigenlijk heel veel toekomstige coins zijn. Maar dit zijn misschien wel coins die ja, Bitcoin kunnen doen vergeten. En dat bedoel ik niet vergeten, want Bitcoin zal er altijd zijn, maar die niet afhankelijk zijn van hoe de prijs van Bitcoin gaat zijn op den duur in de markt, ooit. Snap je? Maar dit zijn gewoon coins die je in de gaten moet houden. Want niemand praat bijvoorbeeld, weinig mensen hebben het over Flamingo, die ik ken. Misschien op YouTube en zo zie je misschien een aantal mensen, denk ik. Maar vergis je niet. En de market cap is klein. Het is gewoon een coin met heel veel toekomst op het NEO-ecosysteem. Dus ga die coins als NEO en zo niet zomaar afschrijven. Want zij zijn bezig. En zij zijn stil. Zij voelen geen druk. Zij zijn gewoon stilletjes aan het werken. En met NEO is een coin in mijn optiek. Ik zeg niet dat het ook voor jullie werkt, maar in mijn optiek kun je met NIO het meeste winst pakken. Eén van de coins waar je het meeste winst op pakt. En daar bedoel ik mee, NIO die stijgt altijd weer naar 120 euro of zo. En dan zien we weer langzamerhand weer naar 60 gaan. En dan 3 dagen later stijgt hij weer naar 120 euro. Dan zien we weer lager gaan. En dan weer. Heel dat proces blijft zo gaan. Weet je, het blijft al een tijdje zo gaan. Maar ja, dat is maar nogmaals als je de markt een beetje kent. En er zijn gewoon een hoop van dat soort coins die dat gewoon continu doen. Waarvan je weet van oké, hij is nu weer gegaan naar 70 euro, 100 euro, nog wat. Ja, nou, hij zakt nu weer naar 60. Zakt hij weer naar 60, koop ik hem weer, bam. Nou, zakt hij weer stoploos, bam. Bij 100 nog wat euro verkoop ik hem. NIO heb ik zeker de afgelopen periode, denk ik, zeker 8 keer zo gepakt. Van bam, oké, hij gaat stijgen weer, bam. Dus koop hem weer, stijgen weer, koop. Ik heb zelfs een paar mensen op deze gezet van, joh, doe dit gewoon met NIO. Zet je stop los, bam, hij gaat toch wel weer. Weet je, zo zie je maar, hij was dus, oké, nee, dat was in 2015, maar hij was laatst gewoon 110 euro of zo weer, joh. Bij mij, of wel 101 kan. Nou, toen ging hij weer naar beneden, weer naar beneden, weer naar beneden, weer. Soms gaat hij van 40 opeens naar 80, verkopen, bam. Weer. Zo heb ik NIO een aantal keer gepakt. Dus sommige van die coins kun je gewoon continu mee pakken. En NIO is daar, weet je, is daar gewoon een van mijn snipers in. Ja, en het is gewoon een coin, een goede coin. En ik denk dat dit een coin voor de toekomst is. In ieder geval, het filmpje duurt al lang genoeg. Hou die coins die ik aan heb gegeven in de gaten. Zorg dat je niet paniek gaat verkopen. En zorg dat je gaat googlen wat een stop loss is en wat een stop loss doet en hoe je het kan instellen. En alle projecten die ik dus aangeef, ga die zelf even onderzoeken. Ga niet zomaar kopen. Neem niets zomaar van mij aan. Neem niets van een andere YouTuber aan. Weet je? Maar het belangrijkste is dat je leert van deze game. Van deze crypto space. Dat is het belangrijkste. Ik hoop dat jullie weer keken. Ja, stay tuned voor mijn next video. En zijn er nog suggesties en vragen? Zet ze even in de comments. Ja, ik reageer. Of mensen lezen het wel voor. Ik hoor het wel van mensen. En dan zou dit allemaal goed moeten komen. Dus in ieder geval, flexie dat jullie weer kijken.